was altijd bezig met tekeningetjes aan de telefoon, hè, met die doodles. En dat noemde ik toen Weng Deng Doodles. En toen liet ik dat een keer zien aan Marcellus, want die ging altijd met ons mee. Met de band. En hadden we het over schilderen. Toen zei hij, ja, die dingen zijn eigenlijk hartstikke leuk, joh, die je maakt. Die tekeningetjes, doodeltjes. Hij zei, maar moet je gaan schilderen? Ik zei, ja, dat is niks voor mij, joh, dat is veel te... En toen kreeg ik van Marcellus een plastic doos, helemaal vol met verf. Percelen. En even daarna ook nog zo'n ezel. En toen zei hij, joh, ga lekker beginnen, weet je wel. Geïnspireerd door muziek en door muziekinstrumenten. Ik vind de vorm van een gitaar, dat is een vrouwenvorm. Ik vind eigenlijk het meest saaie vind ik een ondergrond maken. Maar dat is ook nog een hele kunst, want er zijn schilders die maken die ondergrond, de basis zeg maar, die maken ze eigenlijk net zo mooi alsof er niks meer overheen hoeft. Dus daar ga ik me wel in verdiepen, want de basis is eigenlijk alles van een kunst of een wetenschap is de basis, als je daarbij kan blijven. Dat is ook heel erg zen, hè? Wat de zenmeesters ook zeggen. Blijf die eerste oefeningen doen, de allereerste. Tomato, why I even like your little green crown, it smells so fine. Even when you walk, you make funny sounds, and when you bounce, you nearly bring me down. I must be crazy, you gotta be out of my mind. Blue tomato, please give me a sign. Give me a sign. Maar zit de laatste tijd zit ik in gedachten over mijn dochter Marcella, die steeds moet verhuizen. Maar ze zit ook met een klein hondje, een Jack Russell, die is helemaal te gek, echt, daar is ze echt één mee. En die wordt zenuwachtig als zij er niet is, dus die blaft af en toe. Zo'n hoog blafje, weet je wel. Nou, daar hebben ze elke keer last met buren en het is Nederland, dus vroeger toen oefende gewoon met een band in de kraakpap, de hele band. En dan kwam de hele straat die kwam op je feest, weet je wel. En tegenwoordig komen er gewoon jonge mensen die komen naast een café wonen of in een uitgaansstad. En die gaan dan klagen over de overlast van de cafés. En dan wordt het verboden om live muziek te doen, dat soort dingen. Maar uit zijn hoofd komt een heel gebouw, zie je, met raampjes allemaal. En dat is ook een doos, er gaat iets open zo. En dat komt uit zijn hoofd, dat is gewoon de verhuisblues. Zie je, dat is... Ik wist eerst niet wat het was. Ik begin altijd maar. En dan later kom ik pas op een titel. Dus heel raar is dat.